vrienden, we zijn nog steeds in dat prachtige plaatsje San Giulio hier aan het Ortameer. En we gaan daar naar de overkant. Daar zie je het eilandje liggen. Dat heet ook San Giulio. En dat kan jij naartoe met, ja, met vrolijk met een bootje. En dat gaan we doen. Ja, als je van stilte houdt, vrienden, dan is dit hem, hoor. Dit eilandje, ja, kan hier kanon afschieten. Ja, maar hey, dit helemaal, dit Ortameer, ik kan het jullie heel, heel erg aanbevelen. Echt doen. En nu gaan wij, hup, wij gaan weer door. Wij gaan onderweg naar Asti. Ja, vrienden, onderweg. Ja, onderweg. Met reisbureau. Ja, onderweg naar Asti. Dat zei ik al. En ja, daar gaan we slapen. In een B&B, vrienden. Ja, hoe vind je die? En het leuke is van de B&B in Asti. Ja, dat heeft zij geboekt. Ja, daar zitten Nederlanders in. Nou, dan voelen jullie hem wel aankomen natuurlijk. Jullie denken van, oh, zou daar een soort arrivederci wonen? Nou, ze heten, heb ik begrepen, Maurice en Jolande. En daar gaan we slapen. Ja, en die zitten in de buurt van Asti. En maar ja, hij is niet gescheiden. Ja, en dan kom je dus niet in de aanmerking, zoals arrivederci. Kom je niet in de aanmerking natuurlijk voor de B&B vol liefde. Nee, tuurlijk niet. Dus daar zit hij niet in. En dat gaat waarschijnlijk ook niet lukken. Maar we gaan ze zo wel tegenkomen, vrienden. En dan gaan we kijken hoe dat allemaal is in een B&B in Italië. Daar zijn we gewoon, ja, reisbureau ook hoor, heel erg benieuwd naar. Ja, vrienden, we zijn er. We zijn er, hier. Kijk, hier is het. Hier is het. Daar is het. Hier zit die arrivederci. Ja, kijk, daar hebben we Maurice. Dat is dus de arrivederci. Ik heb je net aangekondigd. Ja, daar ben je hem bij vol liefde. Ja, want dit is bij. Alleen, je bent niet gescheiden. Nee. Ja, dus dan heeft het geen zin, dan kun je niet meedoen. Nog sterk, we zijn dus niet eens getrouwd. Dus oh, jullie zijn nu, oh, zie je, dan heb ik weer verkeerd. Er is nog hoop. Zie je, er is nog hoop. Oh, dus er is nog hoop. Ja. Je kan nog steeds meedoen aan de B&B vol liefde. Nou, zullen we dat doen? Nou, dus dames in Nederland, hij is nog steeds beschikbaar, of niet? Ja, ja? Nog steeds. Hij is nog steeds beschikbaar, ja. Oh, kijk, en dit is dan, dit is dan de, Jolanda. Zeg maar, de niet gescheiden vrouw. Niet getrouwd. Niet getrouwd. En niet getrouwd, maar wel. Wel verliefd. Wel verliefd op deze man. Hier, deze, ja, zie je ze staan. En die hebben dan een B&B. Midden in Italië, jongens, is dat even wat. En hier gaan wij dus twee nachten slapen. Hier gaan we twee nachten slapen. Is dat even top? Nou, we gaan iedereen gedag zeggen. En dan zien we jullie morgen weer met onze nieuwe avonturen in Italië, in Piemonte. Jongens, zeg maar gedag. Bye bye. Bye bye allemaal. Dag.